Dit is de Stationstraat in Zevenbergen. In november vorig jaar is hier in een van de huizen ingebroken. En dat is de bewoners niet in de koude kleren gaan zitten. Ze hebben hier namelijk al meer dan 30 jaar hun antiekzaak. Ik ben heel veel dingen, wij allebei natuurlijk, mijn mama ook en ik, kwijt van heel veel waarde. Maar ja, je bent ook dingen kwijt. Een bedelketting, die kreeg ik toen ik 5 was, weet je wel. En ja, dan ben je ook kwijt. Sieraden van mijn moeder, hele mooie. Het gebeurde tussen dinsdagavond 11 en donderdagavond 13 november. En die daders zijn wel even bezig geweest, want ze hebben ook nog eens 2 kluizen meegenomen. En dat waren zware exemplaren, dus daar hebben ze wel het nodige werk aan gehad. Donderdagavond om 10:30 kwamen we thuis. Ja, en dan zie je gelijk dat het hartstikke mis is, want de gang lag helemaal vol met rotzooi gegooid. En mijn man die gaat naar de kamer en ja, die ziet gelijk de kluizen weg uit de kamer. Maar mijn man die loopt naar boven en hij komt terug. Ja, de kluis van boven is ook weg. Nou, dan weet je het. Ik ben alles kwijt. Alles waar je dus 36 jaar voor gewerkt hebt. Uiteindelijk gingen ze er niet alleen met de kluizen vandoor. Voor vele tienduizenden euro's aan spullen zijn meegenomen. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze dat meegenomen? Wie heeft er iets gezien of gehoord? De Stationstraat is een eenrichtingsweg, dus zou je denken dat die daders hier vandaan in de richting van de Prins Hendrikstraat zijn gereden. En van daaruit kun je weer alle kanten op. Wat we dus allemaal kwijt zijn, er zijn dus voornamelijk de handel waar we echt in handelden van munten, goud en zilver. En natuurlijk mijn sieraden, een Rolex van mijn man, mijn gouden Cartier, postzegels. Ook mooie oude series, hè? Dus echt de duurdere dingen. Ook in de muntenverzameling veel zeldzame klassiekers, zoals een zinken 2,5 cents muntje uit 1942. Maar ook een half cents muntje waarvan het jaartal van 1921 is veranderd naar 1922. Zilverbestek, zilveren voorwerpen, bonbonschaaltjes, alleen maar waardevolle dingen. Zoals ook deze bijzondere riem uit Maleisië met zilveren munten eraan. Een flink gewicht. Alles ging mee in 4 witte linnen stoelhoezen. Ook die hoezen kunnen een aanknopingspunt zijn. Als u tips heeft of het is u opgevallen dat er bijzondere munten, postzegels of sieraden te koop zijn aangeboden en u had daarbij het vermoeden dat het geen zuivere koffie was, wacht dan niet, maar neem contact met ons op. Via diverse kanalen kunnen de spullen te koop zijn aangeboden. Niet alleen via marktplaats, maar ook via beurzen of via particulieren. Let sowieso altijd op en als u het niet vertrouwt, bel dan 0800 60 70. Alle informatie over deze inbraak kunt u daar en via onze website met ons delen.